Is ook wel mooi geworden, hè, die 4C. Ja, hoe kon het ook anders, hè? Vanaf Genève dit keer mijn vlog. Mijn naam is Werner Budding en ik ga jullie niet al het nieuws laten zien, want dat heb je natuurlijk kunnen zien op autovisie.nl. Ik ga je wel een paar bijzondere modellen tonen en ook wat leuke, gekke auto's. Even goed kijken, jongens. Achter die Giron, dat is er. De ster van de show, althans. Dat vindt ze zelf. Dat is de dame van een Italiaanse tv-zender. Loopt hier al jaren en wordt elk jaar een jaartje ouder. Alleen dat probeert ze te verbergen, te verbloemen. Ja, dat kan, hè? Dat doen dames. En dat zie je hier op Genève wel vaker. Maar dat lukt dan bij Bugatti wat beter dan bij die presentatrice. Nou ja, geen auto's, hè? Geen auto's, minder auto's. Dit dan? Dat is Abt. En Abt is een tikkie obscuur. En ja, wat doe je dan? Dan moet er natuurlijk ook een tikkie obscure dame bij. Overigens hebben die obscure dames wel één ding gemeen. Het is vaak vrij veel. En ook vrij goed zichtbaar. Ik vind het niet zo leuk, volgens mij. Even netjes een vrolijke type opzoeken. Tech Rules is Chinees. Hallo. Waarom dan geen Chinese dame? Er zit trouwens een turbinemotor in daar en dan een generator, wat accu's, dan gaat die heel hard. Ja, dat was ooit niet best, hè? Roof. Viezigheid, getuned. Als je nu zo'n ding hebt, een originele, die zijn echt de wereld waard. En mooi ook trouwens. Maar goed, het waren niet alleen maar de auto's. Heel even achter deze Viper kijken. Goeie achterkant wel, hè? Wel mooi geworden, hè? Levante. Wel fascinerend. Dit is de Ghost Black Badge. Hallo. Terwijl bij Mercedes hebben ze de filosofie dat dat woord black dat dat niet meer past. Geen Zwarte Piet meer, ook geen Black Series meer. Dat Black Series dat verdwijnt, dat wordt een nieuw label. En wat doen ze bij Rolls-Royce? Ze komen gewoon met de Black Badge. Die rondingen zijn ook wel weer goed gelukt, hè? Hoe onbekender het merk, hoe opvallender de dame. Kijk, bij Mansory, er staat ook altijd hordes, vrijwel naakte dames, maar blijkbaar is het lunchtijd. Het is ook wel leuk geworden, hè? De Niro van Kia. Brabus. En bij Brabus, ja, vooral klanten. En bij die klanten lopen dan toch soms ook wel weer wat, ja, wat excentrieke dames. Dit keer niet. En wat dan wel grappig is, bij Brabus hebben ze heel veel klassieke auto's staan. Want Brabus heeft een afdeling waar ze die dingen, ja, nieuw maken. Want, en dat hebben ze briljant bedacht, de Brabus klant die deze, ja, nieuwe auto's koopt, die heeft altijd een voorraadje klassieke auto's in de garage staan. Nou, die klassieke auto's die moeten nou in dezelfde tijd gereviseerd worden, opgeknapt worden, beter worden gemaakt. En dus kunnen ze dat bij dezelfde vestiging doen als waar ze die nieuwe auto's kopen. I think you already took myself. No. With me. Did I? No? Did I? It was yesterday, no? No, this was him. Was het me? Ja. Wat doen we in de video? Zullen we wel andere filmen, maar ik mag haar weer niet filmen. Ja, kennen jullie hem nog? De 308R. Een poosje geleden mee gereden. Niet zo één, maar het was die. En dat is dan wel weer mooi, hè? Zo'n normaal merk als Peugeot. Er lopen dan wat hostesses, die leggen uit wat er allemaal staat. Maar geen gekkigheid, niet ordinair.
Maar ja, hoe moet je dat doen als bandenfabrikant? Dat is dan niet zo heel leuk om naar te kijken. Oh, hallo. Ja. Zo dus. Morgan. Is het nou een sympathiek merkje? Of ja, is het misschien een beetje sneu? Ik vind het sympathiek. Het is leuk. Het is duur. Het is vrij exclusief. Het is heel erg authentiek. En het is nu ook gewoon modern. Want die driewielen, die is al bijna 100 jaar oud als concept. Maar nu dus met een elektromotor. Niet deze. Dit is het origineel. Maar die daar. Kennen jullie dat? Nimrod Performance. Dat zijn de normale auto's. Nou ja, normaal. Min of meer normaal. En die worden dan aangekleed. Maar ja, er zijn er nogal wat meer hier op Genève. Van die bedrijven die dat doen. Dus hoe zorg je dan dat iedereen naar jouw model kijkt? Zo dus. Hallo. Meer verstand van voetbal, hè? Ik heb meer verstand van voetbal, hopelijk, dan van auto's, ja. En waar qua auto's? Wat is de winnaar hier? Ja, winnaar. Ik zag prachtige, hoe heet dat, SUV staan daar ginds bij Bentley en bij andere, die grote merken allemaal, ja. En waar rijdt u zelf? Ik rijd zelf, ik ben in de gelukkige omstandigheden geweest dat ik altijd bij een club gewerkt heb. Daar hoef je niks, geen auto, dan word je automatisch gesponsord. Ik rijd nu een Mercedes. Ja. En iets met muziekauto's? Ja, om te zien wel, ja, vind ik mooi. Maar als u er nou eentje mag uitkiezen hier, maakt eigenlijk niet uit wat het wordt. Wat zou het zijn? Kies maar wat. Nee, maar ik ben ook wel eens kijken daar bij al die. Ik ben hier met mijn werkgever, zeg maar. Ja. Met Chelsea en met hun sponsor Yokohama. En die show mij een beetje rond. We gaan naar die Bugatti's kijken, maar ja, dat is natuurlijk van een andere wereld. Het is gewoon speelgoed. Dat zijn Dinky Toys. Bent u liefhebber? Van auto's? Ja? Ja. Niet dat ik zeg, ga ik volgend jaar weer kijken hier. Dus ik kan u niet bellen volgend jaar? Nee, dat niet. Oké. Okay, ik ben met mijn mensen hier. Heel goed. Bedankt voor uw tijd. Oké, graag gedaan. Dag. Bedankt. Tot zover mijn vlog vanaf Genève. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Dan onder andere met een handvol Porsches. Porsches 911 Turbo van allerlei generaties. Ja. Minder moois, maar ook wel weer leuk. En ja, in ieder geval echte auto's. Dit was Genève. Je kunt er nog naartoe. Tot 13 maart is deze beurs geopend. En als je het nou leuk vond, de vlog, dan mag je hem verspreiden. Je mag hem ook liken, duim omhoog. Tot dan. Klik hier om social media te volgen. Hier zie je de vorige video's. En daar kun je abonneren. Bye bye.